Jamstar. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop, Jamstar. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, Jamstar. Voor mijn strijders en mijn vechters passinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstar. Yo, Rob Champs, welkom vandaag bij een gloednieuwe video. Vandaag zit ik hier naast de one and only. Max Wekers. Max, jij hebt net de main event gewonnen, broeder. Ja. Hoe voel je je? Goed. Goed, ik heb gewonnen. Daar gaat het om. 11-0 nu. Ja, dus dat voelt goed. Ik ben niet helemaal tevreden over de partij. Maar ja, goed, het was een ervaren jongen. Ja, die moet je ook winnen. Dus, ja. Want hoeveel A-partijen had hij gedraaid, zei je nou net? Ik weet niet, maar ik heb volgens mij van mijn trainer gehoord dat hij wel 60 partijen had gedraaid. Dus zo. Wow. En hij zag het 10 jaar geleden, vocht hij al, was hij al professional. Yeah. Ja, 10 jaar geleden, toen trainde ik nog niet. Dus, en dat voelde ik wel aan de partijen, zeg maar. Yeah, ja. Yes. Je merkte wel die experience aan hem. Ja, zeker, zeker. Vooral derde ronde, gewoon... Ja, dat merkt hij wel aan hem, ja. Dus dat maakt het wel echt heel lastig. Gaan we even het gevecht een beetje door. Ronde 1. Dat was een beetje een rustige inkomronde. Maar jij ging toch al redelijk snel uit de startblokken, merkte ik. Ja, kijk, ik wist dat ik een beetje het spel moest maken. Omdat hij een beetje afwacht. En ik graag jongens het opvangen. Zeg, opvangen met trappen en dat soort dingen. Ik wist dat hij knieën maakte. Want hij heeft van een teamgenoot van mij, Reggie Jansen, gewonnen. Nog geen jaar geleden. Dus hij vertelde mij dat ook. Van, ja, hij had op voor zijn knieën en dat soort dingen. Dus dat moest ik een beetje voelen. En ik moest een beetje grip krijgen. En dat kreeg ik niet echt bij hem. Juist. Dus ik moest een beetje in het spel groeien. Maar dat lukte niet echt, zeg maar. Na ronde 2 heeft het 2-0 gestaan op een gegeven moment voor je. Hoe was dat gesprek in de corner na ronde 2? Ja, mijn trainer zei gewoon, luister, je staat al 2 rondes vol. Maar ja, goed, ja, er waren vandaag al een paar jurybeslissingen waar de meningen over verdeeld waren. Dus mijn trainer zei ook van, je moet die laatste ronde winnen. Ja, goed, en je wilde ook voor het publiek gewoon winnen natuurlijk en voor jezelf. Dus hij zei wel van, zorg dat je die laatste ronde ook binnenhaalt. Want jij niks aan het toeval overlaten, zeg maar. Nee, precies. Blijf een jurysport. Daarom. Dat maakt het heel erg gevaarlijk. We hebben meerdere wedstrijden ook inderdaad vanavond gezien waar ik naar mijn mening ook mijn twijfels over had. Gaan we verder niet te diep op in. Jij hebt op een gegeven moment gezegd, de laatste ronde, je had echt veel last van je onderarm. Hè? Wat was het precies? Ja, hij gaf heel veel trappen naar het lichaam. Ja, goed, ik had al een blessure aan mijn arm. Dat wist niemand, maar goed. Ik had al een blessure aan mijn arm. Zag ik een beetje last van. En toen begon die heel veel op mijn arm te trappen. Dus ik kreeg last van mijn onderarm. Yeah. En mijn binnenkant been, die raakte die goed. En dat was ook het enige wat hij deed. Ze met mij opvangen. Ja. En... Ja, dus hij haalde mij in de derde ronde een beetje uit mijn spel, zeg maar. Dus ik wilde heel graag, maar dat is zijn ervaring, zeg maar. Stapje terug. Jij bent met een blessure dit gevecht ingegaan? Ja, kijk, je hebt altijd wel wat. En ik had nu gewoon een beetje last van mijn onderarm. Niks geks of zo. Maar ja, als je dan toevallig ook nog heel veel harde trappen erop krijgt... van een jongen die heel goed is in zijn trappen... Ja, dan... Valt het ook echt mee wat er was? Of is dit gewoon die zuidelijkse nuchterheid? Nee, ja, kijk, gewoon, je hebt altijd, elke vechter stapt na een voorbereiding wel met wat pijntjes de voorbereiding. En dat is altijd wel. En dat was bij nu toevallig een beetje mijn onderarm. En goed, daar trapte die goed op. Ja, goed, en toen voelde ik dat gewoon. Daar hangt nu inderdaad een soort verband ook aan. Ook aan je benen, want hij was echt low kicks aan het hameren op een gegeven moment. Ja, heel veel op die binnenkant. Kijk, dit is gewoon, ziet er allemaal heel fancy uit, maar het is gewoon even om te koelen. Meer niet. Oké. Bro, undefeated tot de dag van vandaag. Wat is er nog next voor Max Wekers? Iedereen die voor jouw neus heeft gestaan, die is met een verlies op een record de ring uitgelopen. Hmm. Wat next is... Denk een bakootje. Vakantie. Nee, ja, gewoon even rust. We hebben veel gedraaid. Ik bedoel, ik heb vanaf september afgelopen jaar gewoon om de 2 maanden gedraaid. Er zat nog een 8-mans toernooi bij. Elke keer weer van trainingskamp in trainingskamp. Dus nu is het even rust. Ik wil het ook heel eventjes over jouw teamgenoot gaan hebben, Levi Minkenberg. Die zou vanavond ook officieel gaan vechten, maar die is geblesseerd geraakt tijdens de laatste spar of zo? Ja, helaas wel. De laatste sparring brak hij zijn hand. En zo eigenwijs als hij is, wou hij alsnog knokken. En na een paar dagen is hij, in ieder geval zover ik wist, toch naar het ziekenhuis gegaan. Ja. Om toch maar even zijn hand te laten controleren. Ja, ja, ik zag hem ook met gips net rondlopen. Ja, hij heeft inderdaad zijn hand gebroken. Ja, dan kun je niet vechten. Nee, dus hij zou echt de main event draaien. Hij is ook Ten Fusion kampioen, dus dat was ook gewoon... Daarom? Ja, tuurlijk. Dat was ook gewoon mooi geweest als hij de main event had kunnen draaien. Ja, goed, nu was ik het dan.
Ja, ten koste van hem heel jammer, maar ik hoop gewoon dat hij heel snel herstelt en weer de oude is. 100%. We hopen natuurlijk Levi heel erg snel weer terug te zien, maar broeder, je verdiende het wel echt om de main event te zijn, man. Je hebt een enorm mooie wedstrijd laten zien. Ik ga jou verder lekker met rust laten. Ik zou zeggen, geniet van dit moment en van je bakootje vanavond. En dan spreek je snel weer, bro. Komt goed, dat komt goed. Dankjewel, man. Dankjewel. Jamstalk, als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Jamstalk, ouwe hoeren zonder rem op de klok. Jamstalk, voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk.